Deze tent heeft de beste spaghetti van de stad. Een beetje meer tabasco graag. Oh, lekker. Ja, ja. Typisch iets voor jullie. Naar een visrestaurant willen en dan geen vis bestellen. Zo raar. Harry, hier zijt uw rekening. Hij is het anker, maat. Dank u. Graag gedaan. Hoe willen jullie de rekening delen? Sorry, gast. Mijn geld zit muurvast in mijn aandelen. Ik heb mijn portemonnee niet bij me. Oh ja, die heb ik gevonden in je jaszak. Maar ik wil dat je weet dat die al leeg was voordat ik hem inpikte. Ik betaal de rekening wel. Buideltas, geef mijn muntenflappers aan. Het spijt me, oma opa, maar die zit nog in je andere lichaam. Zo te zien zullen we moeten afwassen om het eten te betalen. Hoi niet! Pizza Steve gaat zijn handen niet vuil maken aan vieze borden. Dat is slecht voor mijn gestel. Juist, ja. En hoe denk jij deze rekening te gaan betalen? Meneer Guus heeft gelijk. We moeten wel afwassen. Hou me tegen. Wat is dit? Is het waar? Dit geloof je toch niet? Weten jullie wat ik hier heb? Dat is een speelplacemat voor kinderen. Precies, ja. Het is een schatkaart. Dit is het antwoord op onze problemen. We vinden de schat en betalen de rekening. En dan hebben we zoveel geld dat we anderen onze afwas kunnen laten doen. Woehoe! We zijn rijk! Juffrouw, 3 grote scheppen alsjeblieft. Meen je dat nou? Kunnen we niet 1 keer normaal op stap? Waarom moet alles toch altijd zo raar? We beginnen met schatgraven onder onze tafel. Zeg maar dat we naar de wc zijn. Graven! Kom mee, meneer Guus. Wie anders dan jij gaat al onze kostbaarheden dragen. Kijk me niet zo aan, wil je? Ik ben in een mum van tijd terug. En blijf van mijn vis af.